En op zetten, jongen. Ja, ik zeg, ik kan gewoon zoveel mogelijk die betonbaan voor die mannen proberen aan te maken. Want ik weet dat ik daar achter iemand is. Dat is wel een stuk op mij. Ja, van mij mag het daarmee. Dus naar boven komen en dan. Suppen, we zijn live met een deze. Ah, oké. Okay. Op Triathlon BE op de Facebook. Dus ik ga aan jou dezelfde vraag stellen. Oké. Okay, Seppe, het zwemmen viel mee? Ja, bij de eerste het water, dus niet slecht voor een onwetsuit zwem. Dus. Nee. Ja, spijtig dat we niet konden zwemmen eigenlijk. Ik had me ingeschreven speciaal voor het zwemmen. Omdat dat in Lanzarote 2 weken geleden een beetje was tegengevallen. Dus ja, eigenlijk wel een beetje ontgoocheld dat we niet konden zwemmen. Maar goed, ja, als het een duathlon is, dan ben ik ineens favoriet en dan... Ja. Dan is dat ook wel leuk, zo dicht bij huis, om... hier komen veel supporters, mijn vrouw en mijn kinderen kunnen eens komen kijken. Dat is ook ondertussen al lang geleden. Ja. Dus het was heel tof dat dat zo goed ging. En dat ik op een vlotte manier denk ik kon winnen. Ik dacht aanvankelijk, Seppe gaat het rustig aandoen. Je gaat heel goed doseren. Het was van in het begin vuurwerk. Ja, dat is zo wel moeilijk. Ik heb dan een volledige gedaan. En dan deze is in principe 1/3. En dat was heel moeilijk om dat in te delen eigenlijk. Het is hier ook heel heuvelend, dus je hebt stukken die goed liggen, je hebt stukken die minder goed liggen. Dus ik heb eigenlijk zo snel mogelijk proberen fietsen, dat ik zo het gat kon maken. En dan, al in het lopen, had ik ook gewoon doorgelopen. Want ik zat er sneller vanaf uiteindelijk. Want u deugt om weer voor eigen volk te kunnen lopen en in de zon. Het zal wel zijn, ja. Ik ben wel een man van het koude weer, maar het zonnetje doet toch deugd. Dus, Daarnet gehoord, Zofingen. Ja, Zofingen, het volgende. En dan in de zomer hier en daar iets meedoen en mij goed voorbereiden. En dat gaat het volgende zijn. En dan uiteraard naar Kasterlee. Voilà, zo simpel is. Ja. Daar moet gewonnen worden. Hè. Absoluut, nummer 9 komt eraan. Voilà. Seppe, bedankt. Merci, Jeff. Ja, 20.